Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. In deze vlog, ja, je ziet het al, we zijn niet in Biesliet. In deze vlog gaan we leuke dingen doen. Kinderen hebben vakantie en ik heb lang weekend. Eigenlijk gewoon weekend, dat is altijd een lang weekend. Dus ik zou zeggen, pak iets te drinken, pak iets te knabbelen en kijk en geniet naar vlog 147. Smakelijk! Snelheid zo 70. Ik kon slapen, man. Nu zijn we er bijna. Vorige keer stonden we volgens mij ook op deze parking. Hey, door de strook. Hey, wat denken jullie ervan? Hey ho. Let's go. Nou, tot straks. Nee. Ik wil wel op de kop. Ja. Ja. Nee, deze als eerst. Nee, we gaan eerst even eentje verder. Oh, kijk, het is Halloween horror meuk. En die mogen een wens doen, die hebben we opgestapeld. Maar het is niet helemaal gelukt. De vorige keer mochten jullie hier niet in, dan waren jullie te jong en te klein. Maar nu wel. Mooi, mooi. Ja, dit was vet. Dit is echt mijn favoriet. Ik weet niet waarom, maar dat Van Helsing vind ik echt cool. Waar zijn we? Park. Als heb je geen materiaal voor je vlog. Deze was eng, Sophie. Ik vond het echt niet eng. Ik wilde... Die? Je wordt eerst naar achter gedropt en daarna word je ziek hard gelanceerd. Ja, ik wel. Je blijft zeg maar op de kop, ga je heel langzaam en dan pleur je naar beneden en zo. Je moet echt vertrouwen op die beugels die rondje zitten. Ja, echt hè. Sick hoor. Hé, hey, dat je toen die jetski ding, weet je nog? Dat ze iedereen nat maakte. Mag je mee botsen met die? En ik heb lekkere koffie. Tegen die ramen aan. Kijk, daar is iets
iets gebeurt in die camper wat niet best is als er zulke handen tegen zitten. Oh, en er zit ook allemaal bloed in. Ja, die setting is altijd zo gaaf. Die oude saloon-achtige gebouwen zo. En op de achtergrond een reuzenrad. Alles in Halloween-stijl met die maiskolven. En we hebben daar ook ergens, jawel, de maan. Kijk, daar is die. Ziet er wel gaaf uit, hè? Ja. Maar daar durf ik niet in, hoor. Dat ding valt naar beneden zo. Dat hoeft niet voor mij. Shooting gallery. Serieus, dat is echt heel lullig. Ja, je moet op die targets schieten. In de midkast zitten. Klaar zijn. Even kijken hoor. Op die ton daar. De XXX ton. Op 16 scheutjes. Ja, op die man best goed. Uitstekend. Ga daar op de flessen. Heel raar hoor, het voelt als niks zeg maar. Op die hoed. Ja, dat was geinig. Leven. Geinig? Nee. Dat was echt heel leuk. Dat was echt zonde van die euro. Kom maar, even een rondje lopen. Staat hier. Daar zitten wij gewoon vriendje vanuit. En de dames zijn daar in die boog. Die daar zit in de verte. Nou, eet je maar lekker over. Maar lekker frietje eten. Daar waren ze. Favoriet. Nou is dit het restaurant, maar daar heb je die vette achtbaan. Die gaat hard, gaat in het donker, maar die is zo vet. Ich gebe ab an Ihre... Oh!
Oké, we gaan nu hartstikke over de kop. Ik vind het wel heel mooi. Ja. Ja. Harry Potter L. Ja. Flikker dat ik niet mocht schommelen. Ja, dat is wel niet leuk. Hij liep het van de andere kant al. En waarschijnlijk zit mama. Ja, mama zit daar ergens aan de andere kant. Leuk. Ze zit heel slecht. Weet je wel? Ja, dat zie je. Kan ik er haaien? Daar. Ik hoorde iemand het zeggen. Niet schommelen. Weet je wel. Voor de Paw Patrol. Hier zo. Bij de show die we doen. Waar die show net was inderdaad. Daar voor dekken. Zullen we spugen naar beneden? Nee. Je zal zo'n ding in je nek krijgen. Zo'n lekkere groene. Maar niet schommelen! Ik zie Loesje. Dat is Loesje. Nee, we gaan niet schommelen. Ik voel dat gewoon. Het was die van Olivier. Olivier zegt niet schommelen! Hoe zei hij nou? Niet sjouwelen of zo? Ja. Schommelen. Moet mij goed vasthouden. Ja. Niet schommelen. Olivier. Olivier zegt, niet schommelen. Niet schouwelen. Of zo. Ja, dat klonk heel grappig. Niet schommelen. Loesje. Je bent gek. Loesje. Waar gaan jullie al naar beneden? Het is nog geen 2 minuten hoor. Oh. Olivier. Maar we hebben nog 1 minuut Olivier. Olivier, nog een rondje Olivier. Oh, Olivier. Ik droom het toch.
Met een draak. Oh, met een bier. Zo vet, hè? Kijk dan. Oh, ja, snap ik. We gaan kijken als het zon is, bijvoorbeeld zo. Of juist langer Engels zingt. Nee, dat gaan we niet doen. Maar hier staat inderdaad de camera. Die camera's maken straks een foto van ons en die gaan jullie zo zien die hier gemaakt wordt. Kijk, er komt er net een volgens mij, of niet? Ja. Nee. Daar ook. Dat is de vrouwenafdeling. En er is er een ontstopt. Ik heb dit nog nooit gezien. Oh, daar heb je zo'n vette bliksem ding. Uh-oh. Nature zone. Laat het smaken. Aardbeien met chocola. Lekker hoor. Zo lekker weer. Ja, het is zeker warm. Ik kan hier bij wijze van spreken gewoon in de onderbroek lopen. Dat. Maar dat doen we niet. Ik heb een pen gekocht voor 3 euro. Sophie is helemaal blij met de pen. Wisten jullie dat hier in Duitsland de eieren niet uit de kip komen, maar uit een automaat? Niet uit de kip, maar uit de automaat. Oh, wauw. Heeft er iemand een spinnenweb besteld? Nee.
spinnetje in de spiegel. Waar is die hand dan? Daar is hij. Oh, dit was echt eng. Oh, en die twee die achter ons liepen. Oh, er staat er nog één. Huh? Waarom schrokken jullie niet? Omdat ik het al gezegd heb dat er iemand daar stond. Oh, echt? Oh, hier hangt een eentje. Die Oh, wat gaaf zeg. Ja, vond ik ook. Zo, maar Sofie, die rende voor die ene kerel weg. Hè? Sofie rende toch voor die ene kerel weg? Lekker. En toen stond die andere kerel in het hoekje. Oh, ja. Oh, vet die ballon zo. Zo, en dan kwam die ene kerel met die motors weg. Ja. En dan kwam die andere gillend op ons af. Ja. Oh man, ik had echt kippenvel over mijn hele lijn. Ja, ik ook dus terug. Ja, tuurlijk. Ik wou tuurlijk, dat was echt eng. Dat was echt eng. Ik wil gewoon niet meer zonder mijn moeder. Oh, alsof je moeder wat gaat doen tegen kettingzagen en twee spoken. Ik denk dat daar weer wat is, jongens. Ja. Het gaat over het water van het rondje hier. Ja, daar was iemand in gekleurd, hè? Die werd erin getrokken. Ja, dat hoor je toch over die koptelefoon? Oh, is dat dit water? Dat is dit water. Kijk, en hier is bijvoorbeeld laag. Hier kun je zo erin getrokken worden. Be careful, guys. Shh. Daar gaat iemand van. Ik hoor de schommel. Precies. Zie je wel? Ik ben hier een keer geweest. Dat was een plas. Ja, dat was een plas water. Goed. Huh? Nou, ik ben door achter de deur. Denk het wel. Dat kan helemaal niet. Ja, die gaat. Loop maar door hoor. Ja, dat kan. Kom, we gaan eronder. Ja, we gaan allemaal door. Dat is wel een beetje hoog. Ja. Ja, sorry. Ik kom naar de weg. Waarom heen? Van een ander stroomrot. Er loopt nog een latje. Hier is nog een lat los. Zo. En nu die kant op. Ah! Die is wel. Ja, die is wel wat. Ja! Ik wist niet dat het was enger. Ik wist dat het ging gebeuren. Ja? Nee. Nee, eigenlijk gewoon niet. Welke vriend komt voor jou? Welke vriend komt voor jou? Oh, paaltje. Steek hem neer dan. Nee, dat mag niet. Oh, je mag ze niet aanraken. Nee, en zij mogen mij ook niet aanraken. Doorlopen! Oké, ga maar. Mooi man. En fijne avond. Ja. Hetzelfde. Ja, Sophie. Dat was wel gaaf, hè? Ja. Ik vind het steeds beter. Ja. The next day. Zelfs op vakantie is het nog bezig met de zaak. Dat is niet normaal.
Nee, ik heb... Direct op weg. Ja, dus. Er staat een groene sticker op. Ja, het is warm. Ja, dus mij is ook niet echt mooi als die man. En papa is nog steeds aan het bellen. Ja. Oh ja. Dat heb je heel goed gedaan met z'n tweetjes. Vol gas terug. Joe moet vandaag naar het casino volgens mij. Eerst deed hij al een zieke bottleflip. Oh, toch niet. Dus gisteren, en dat was het een stuk enger. Er was een Halloween party en dan gingen we langs dat water. En nu zijn we met de Traxxas. Er stond gisteren niemand. Het was gewoon een kliko. Echt? Ja. Papa. Zo. Hier heb je helemaal water en zo. Wow, dat is groot. Jawel, dat is die kabelbaan toch? Nee. Huh? Jawel, daar is die kabelbaan. Kijk, in het water staat daar die, boven die hond. Kijk, daar. Wakeboarden! Ja, hier zou je kunnen wakeboarden, ja. In de zomer, hè. Het is nou niet echt wakeboard weer. Morgen wordt 19 graden. Morgen gaan we thuis wakeboarden. Oh. Wat ben je erachter gisteren voor de Traxxas? Het is 2:10 s'nachts. We zijn gisteravond rond 8:00 thuis gekomen. En we dachten, we doen even makkelijk. Het is leuk voor die kids. Gaan we langs de Mac op de Treuweg. Oh, ik heb me net helemaal leeggekotst. Ook echt gewoon, nou ja. Maar dat is niet best. Voorlopig even geen McDonald's meer voor deze jongen. Ja, het is inmiddels 4:15. Ik ga nog maar eens proberen een paar uurtjes te slapen. 3 days later. Zo, ben klaar met de golf. Die zit in elkaar. Ik moet alleen de olie nog bijvullen. Daarom heb ik de pijlstok nog eventjes uit laten steken. Alleen ik wil wachten tot de kit helemaal droog is. Dus dat ga ik morgen doen. Dan moet de accu massaklem er nog eventjes op. Die heb ik ernaast liggen. Ik heb de accu helemaal opgeladen. Lekker fris. Ik ga even iets mijn tools opruimen. Dat is nodig. En dan die onderplaat, die doe ik er nog niet onder. Die ligt daar. Zeker weet dat die niet lekt. Dat de kart er goed afgekit is. Want dat is vloeibare pakking officieel van de dealer. Die heb ik ook bij de dealer gehaald. Was die wel een stuk duurder, maar dan weet ik zeker dat de goede, goede pakking is. Ik ga hem eventjes op zijn pootje zetten, mijn gereedschap opruimen. En dan gaan we even eten. Lekker. Hoi hey, Kimbus. Hoi. Waar zijn wij? We zijn hier eigenlijk. We zijn hier bij een boerderij. En hier kun je pompoenen uithollen. Shit, voor Halloween. Ik ga toch niet met mijn goede kleding. Ja, nou ja, ik heb. Je hoeft ze niet plukken, hè? Nee, je hoeft ze niet te plukken, maar je moet ze wel uithollen. Oké, dan is het nog wel te doen. Het is heel toevallig. Ik ga het Terry in doen. Nou, zet hem op. Ik ben benieuwd. Ze hebben voorbeeldjes wat je allemaal zou kunnen doen. Maar Sophie had al iets in gedachten, geloof ik. Nee? Dat al een beetje lukken, Joan? Ja, eigenlijk wel. Hij kan nog wel iets meer uitgehold worden, maar je bent al goed op weg. En jij zo? Nog lang niet klaar. Nou, zet hem op. Ik ben bijna zover, maar nog niet helemaal. Lukken, Joan? Ja. Mag ik je? Die is wel scary. Lukt het, Sophie? Ja.
Spooky. Hier door. Push je mouw? Kom eens. Ik heb een leuke pompoen voor jou. Van jou. Is er nog een kip dat ik naar de leiding heb? Kijk of het gewoon niet af was. Scary. Meanwhile. Nou, voor de zaak doen wij altijd flessen spoelen. Omdat anders onze ragerooms na een sessie als een café ruikt. En ja goed, alcohol en ragerooms Zeeland, dat is geen combi. Dan heb ik een dingetje besteld om flessen te kunnen spoelen. Die moet ik even in elkaar knutselen. En dan zou het makkelijker moeten zijn om de flessen efficiënter te spoelen. Ik ga even laten zien hoe ik hem in elkaar knutsel. En de eerste test natuurlijk. Dus kijk even mee. Jee, maar wat een ben in dat tuinhuisje. Daar ben ik zo lang niet geweest. En hier hangt een workmate. En die hebben we ervoor nodig. Dus die ga ik er even afpakken. En dan gaan we eraan beginnen. Hey Ben. Wist? Goed. Zo, ik heb vannacht lekker geslapen, maat. Dat was ook in de eerste, of één keer in het jaar. Ja, dat was even geleden inderdaad. Maar het is gelukt. Ik heb echt heerlijk geslapen. En dan hadden we ook nog gewoon lekker een uurtje extra. Hoe omdat de klok verzet werd. Ja. Kijk, dat wordt onze flessenspoeler. En dan komt die bovenop. Dan kun je flessen zo erop douwen. Hier komt de slang op. Dus zo'n drukje daar moet ik. Ja, maar ik denk dat ik hem lager moet doen. Of er iets onder leggen dat hij niet naar beneden kan. Maar ik ga hem eerst vastdraaien. Maar het zou er zijn. Deze? Oh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het 18. Ik zal hem meedraaien. Ja, dus die daaronder moet ik ook vasthouden. Dat kan niet altijd in één keer goed gaan. Ik wou zeggen, waarom doe je het zo niet? Oké, heel goed. Oké, hier moet de slangenklem op. Kijk, een dokje mee nou, hoor. Die past er denk ik precies onder als ik hem iets lager zet. Ja, zo, hop. Die erop. Naast twee lappen en drie paar. Hoppa. Ja. Sneller dan de vorige keer, hè? Ja. Ik loop eventjes naar mijn garage. Ik heb de golf heb ik klaar. Heb ik nu een dag voor de garage staan. Als het goed is, lekt die niet meer. Dus dan gaan we zo even kijken of er geen druppels onder liggen. Er is natuurlijk die vloeibare pakking tussen. Ja, en dat is gewoon een handwerkje. En mensen kunnen fouten maken. Dus ik ga eventjes kijken of hij niet gelekt heeft. Dan ga ik hem warm laten draaien voor de deur. En dan kijk ik morgen of hij inderdaad nog steeds niet gelekt heeft. En als hij nog steeds niet gelekt heeft, ga ik hem nog een keer uitlezen. Want de vervroeger, die ging ook niet lekker. De vervroeger, die de nokkennatverstelling eigenlijk, die werkt ook op oliedruk. En dat is eigenlijk het eerste teken geweest dat de oliepomp niet voldoende capaciteit had. Ik had het filter had ik kunnen vervangen en dan was het waarschijnlijk al opgelost geweest. Maar ik had de pomp toch liggen. Het was maar een paar tientjes. Dan weet ik zeker dat dat goed is. Dus die zit erop. En ja, de eerste start was ook wel mooi. Hij tikte enorm natuurlijk, omdat alle olie er inmiddels uitgezakt was. Maar ja, dat tikken ging meteen over en ik had oliedruk. Dus als die goed is, laat ik hem uitlijnen. En dan kan die online. Daar ga ik er afstand van doen. De ASS blijft verlopen nog eventjes. Je ziet me trouwens in mijn t-shirtje lopen. Het is echt super lekker weer. Het is wat is nu 28 oktober.
Na het weekend gaan we de boot eruit halen. Ik weet niet of jullie dat in deze vlog nog zullen zien. Want die is al lang genoeg met Halloween en Movie Park Germany. Maar die gaan we er dus ook nog uithalen. Gaan we niet zo lang verhaal van maken, want het is elk jaar hetzelfde. En inmiddels ben ik al bijna 3 jaar aan het vloggen. Ik zie mijn garage al in de verte. Maar eens eventjes kijken naar de golf. Sleutel erbij. Klopt, ja. Dus, let's go. Kijk, daar in de verte staat hij al. Nieuwe schokbrekertjes, heel boel aan vervangen. Het is gewoon echt een leuk autootje. Donkerblauw, lijkt zwart, maar donkerblauw. GT-wieltjes. Nou, eens even kijken of hij gelekt heeft. Nee hoor, keurig. Dat licht is licht doorschijning. Het is gewoon niks gelekt. Perfect. Ja, en wat ik nu dus merk is dat hij vervroeger inderdaad nu gewoon werkt. En dat hij oliedruk krijgt om te vervroegen. Moet je nagaan. En dat is echt een rotklus om die te vervangen. En dan gaf hij dus een storing op dat die vervroeger niet in orde was. Dat is waarschijnlijk dus gewoon niet nodig nu. Daar ben ik echt blij mee. Nou, de golf staat te draaien. Hij lekt geen olie, vooralsnog. Hij stonk in het begin een beetje naar verbrande olie. Ik heb natuurlijk een hoop geknoeid daar beneden. En ja, niet alles helemaal schoon gekregen. Dus dat is nu verdampt, daar is hij ook mee gestopt. En er zit nog steeds olie in, dus dat zal wel goed komen. Zo, nou, ik ben helemaal blij. De golf heeft gewoon niks gelekt. Ik heb hem echt goed warm gereden, daarna gecheckt. Even lekker laten staan, olie gepeld. Staat precies op het maximum. Ja, dat is gewoon helemaal perfect opgelost zo. Ik ga zo meteen eerst eventjes een afspraak maken om uit te lijnen. Dus dat hoofdstuk, dat kan ook weer afgesloten worden. Jullie hebben vorige week gezien dat het een hele korte vlog was. Daar was ik aan het editen en op donderdag moest de vlog online. Maar daar gingen we ook terugrijden. Ik wil natuurlijk elke donderdag om 5 uur de vlog online hebben staan. En er was gewoon geen tijd om die edit klaar te krijgen. Dus ik heb er een korte vlog van gemaakt. Ja, daar resulteert wel dat dit een hele lange... Daar resulteert wel dat dit een hele, hele lange vlog geworden is. Leg jij zo lekker op mijn loose sjaal? Ga je lekker slapen? Zal ik de deur dicht doen? Oké, trusten. Er zijn er nog 2 pakketjes binnengekomen. Dat is voor volgende week in de vlog. Wat dat is, gaan jullie dus ook volgende week pas zien. Maar ja, dit zou waarschijnlijk een computeronderdeel zijn. En dit? Oeh, deze is spannend. Let's go. Oh nee, honey, let's go. Blooper alert. Ja, nee. Deze die gaan jullie volgende week voorbij zien komen. Ook weer voor autospul. Dus ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Bedank je nieuwe volgers niet. Wat moet ik doen? Je nieuwe volgers nog bedanken. Ja, natuurlijk. Nieuwe volgers, allemaal bedankt voor het abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag om 5 uur weer. Oh my god, echt Loes. Ik krijg net een mailtje. Ik stuur hem nu naar je door. Kijk eens eventjes, lees hem eens voor. Goedemiddag, ik zit met een vraag. Ik ben de zanger van een metalband genaamd... En we zouden graag een muziekvideo willen opnemen in een rage room. Zou dat mogelijk zijn? We zijn met 7, inclusief onze cameravrouw. En natuurlijk krijgen jullie ook de promotie en delen we alles omtrent jullie rage room op onze video. Hoe vet is dat? Ja, we zijn 4,5 maand echt bezig. We krijgen allemaal verzoeken voor bedrijfsuitjes, teamuitjes, teambuilding. Maar nu dit, een video opnemen in onze rage rooms, ik zeg doen. Ja, als dat natuurlijk lukt, dan nemen jullie daar zoveel mogelijk in mee. Vooralsnog is er nog maar een eerste contact. En je weet nooit hoe het loopt. Maar ik ben helemaal hyped. Dit is zo vet, gewoon fantastisch. Ja, je ziet natuurlijk, je begint. Mensen vinden het spannend. Mensen vinden het soort van eng, want het hoort niet om dingen kapot te slaan. Maar nu, naar die periode, naar die opstartperiode, zien we gewoon dat mensen toch heel enthousiast zijn. En nu dit contact. Oh, later.